Een tijdje geleden vroeg iemand aan mij, Bob, hoe lang moet jij nog? Ik begreep de vraag niet, hoe lang wat? Nou, hoe lang moet je nog werken? Dat is een vraag die ik mezelf nog nooit had gesteld, tot ik aan deze serie begon. Ik wil blijven filmen tot mijn dood. En ik hoop dat het nog heel lang duurt, want ik wil nog een hele hoop films maken. Er zijn nu in Nederland 3,7 miljoen 55-plussers. In deze serie ga ik bij een aantal van hen op bezoek. En dat zijn mensen die niet achter de geranium zijn gaan zitten, maar op allerlei gebieden actief zijn en hun kennis en levenservaring aan anderen willen overdragen. Voor sommigen is het zelfs een tweede carrière. Ria heeft samen met haar man een schoenmakerij gehad en parttime een peuterspeelzaal. Nu werkt ze al een tijdje als begeleidster van de toezichthouders van twee speeltuinen in Rotterdam. Ria vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd goed met elkaar leren omgaan. Ik ben er betrokken geraakt doordat ik in het bestuur zat van de speeltuinvereniging. Dat heb ik vroeger gedaan en toen ben ik naar de hand weer teruggekomen na een tijdje. En toen werden de toezichthouders begeleid en die meneer die dat deed, die ging iets anders doen. En toen dacht ik, nou, ik werk graag met mensen en met kinderen, dat vind ik erg leuk. Hallo. Ik wilde eventjes nog naar het hek kijken. Daar waar die erf heen en weer gaat. Zijn ze daar nou al voor geweest? Nee. Zijn ze nog niet geweest? Hij nee. Is nog los. Ja. Mijn taak is het begeleiden van de toezichthouders. En deze speeltuin die is dus helemaal verbouwd. Die is helemaal vernieuwd. En er zitten nog wat kinderziektetjes in en die moeten eruit natuurlijk. En dat, bijvoorbeeld dat gras daar, dat moet opnieuw gezet worden, moet een beetje andere grond op. En dan moet je er een beetje achteraan zitten, want anders duurt het weken natuurlijk. Dus vandaar. Ja. Ik zal daar even naar Jaco bellen. Wanneer ze komen. Daar is een school. Daar is een school. Daarachter is nog een school. Dus in principe zijn er heel veel kinderen die gebruik maken van de speeltuin. Dus dan moet er echt wel toezicht zijn. En het leuke van een speeltuin met toezicht is dat je heel ander materiaal hebt. Dus bijvoorbeeld zoals die schommel. Hier zijn natuurlijk veel avontuurlijkere dingetjes. Jaco, ik heb even met Elba Kruij bij het hek gekeken. Maar jij zou toch gisteren iemand al sturen misschien, alstublieft? Ja, nou, ik kan me wel voorstellen als het druk is dat het niet ineens kan. Maar hij staat echt los, Jaco. Als ze er flink, ja echt waar, als ze er flink ligt, dan plat. Nee, ik meen het hoor, het is geen grap. Oh, is goed. En ik denk dat het wel in cement zou moeten. You can't see me. Wat aan mijn cement. Toezichthouders letten er ook op, bijvoorbeeld bij die toren. Dat ze op de juiste manier van de glijbaan gaan. Want het is natuurlijk spannend om van beneden naar boven te lopen. Maar als ze dan van boven afkomen, kunnen er de grootste ongelukken gebeuren natuurlijk. En als er iets kapot is, nou, dan moeten we samen zorgen dat, dat we de mensen bereiken dat het gemaakt kan worden. En zoals daar bijvoorbeeld. Nou is die speeltuin, die is nu mooi, dat gras is goed. Maar nu blijkt, bij de banken wordt het natuurlijk kaal. Dat hadden we al wel bedacht. Maar het is een heel naar gezicht. Dus nou, eigenlijk wil ik gewoon dat het voor die banken betegeld wordt. Dat is netter. Nou, allemaal van zulke soort dingetjes. Jaap is ambtenaar personeelszaken bij het gemeentelijk energiebedrijf geweest. Hij werkt daar vanaf zijn pensioen als toezichthouder bij de speeltuinen in Lombardije. Een buurt waar 80% allochtoon is. Jaap is een bevlogen man die pas kan stoppen als hij goede vrijwilligers heeft gevonden. Wat een moeizaam proces is. Wat voornamelijk is, dat is dat ik het aanspreekpunt ben voor de tuin. En probeer die tuin zo aangenaam mogelijk te laten zijn voor kinderen tot de jaar of 12. Goedemorgen. En dat er in ieder geval speeltoestellen zijn die intact blijven. En dat vereist heel veel werk en heel veel zorg en heel veel kunst om centjes bij elkaar te krijgen. Hoe lang ben je hier nou mee bezig? Ik ben aan de tuin verbonden, denk ik, een jaar of 30.
In het begin wat minder dan nu, maar in ieder geval, wat de dagelijkse zorg betreft, is dat al een jaar of 20, denk ik. Elke bewoner die krijgt hier een briefje regelmatig in de bus. Dat heet een lomba. En die lomba die is dan 10 euro waard. Nou, ik woon in een flat met een 50 mensen en daarnaast nog iets. En wat anderen die me dan zo'n lomba brengen. En die heb ik bij elkaar gespaard. En daardoor ben ik in staat geweest om dit apparaatje aan te schaffen. En dat apparaatje... Ja, daar kijk je tegenaan en het is erg mooi. Maar als je dan zegt dat dat apparaatje 5000 euro kost... dan moet je er toch heel wat voor doen... voordat je dus 500 van die lomba's in je brievenbus gevonden hebt. Nou, ik ben er erg blij mee dat het staat. De ondergrond, daar moeten we nog iets aan doen. Maar dat is verder sparen. Wat me dan wel opvalt, dat is dat het apparaat... dat is natuurlijk voor kinderen tot een jaar of 7, 8... Maar dat er ook wel eens een keer een volwassene gebruik van maakt die het ook leuk vindt. Nou, daar is het niet voor. Want als het een stuk is, dan weet ik niet hoe ik het gemaakt moet krijgen, want daar heb ik geen geld voor. Een hele grote gebruiker is de kinderopvang. Dus ze komen hier dan gewoon tussen de middag even eten. We hebben dus nog een speeltuin aan de andere kant. En daar is het clubhuis op. En daar wordt dus binnen met de kinderen ook veel gedaan. Als het slecht weer is, kunnen ze daar binnen spelen. Kunnen ze eventueel huiswerk maken. Maar het idee is, zolang het goed weer is... dan willen we dus eigenlijk de kinderen zoveel mogelijk buiten hebben. Oh, jullie zijn al lekker bezig. En maakt het wat uit dat je niet betaald wordt? Nee. Nee, we zijn gewoon gezellig met elkaar bezig. En nee hoor. Ik heb ooit eens een vergadering gehad en er zaten de architecten en bouwers en van alles zat er nog bij. En toen kregen we nog een vergadering, ik geloof een week erop. En toen zei een van die mensen van, nou jongens, jullie hebben wel erg mazzel, want volgende week komt die en die komt er ook bij en die komt er gratis bij. Toen keek ik zo eens die lange tafel rond. Toen zei ik, nou, gratis bij. De enige die gratis is, ben ik. En de rest wordt aardig betaald natuurlijk. En terecht hoor. Ik bedoel, het is de mensen de werk, toch? Deze pennen eruit slaat aan al die... En dat je daar nieuwe assen in zet. En die hadden jullie nog? En die hebben we nog. Nieuwe wieltjes, zal ik maar zeggen. We hebben het hele systeem hebben we nog. Dus alles is verrot eigenlijk en dan gaan we alle panelen gaan we vervangen. Dat zit in de prijs. Ja. Alle daken ook vervangen, dat zit ook in de prijs. Die andere speeltuin, daar zit onder die banken, daar wordt het hartstikke kaal van zitten. Weet je? Ik vind dat zo'n lelijk gezicht, al die kale plekken. En als we daar nou stenen neerleggen, ziet het er netjes uit. Nee, dat is beter. Dat is beter. Ja, dan gaan mensen zitten en dan zitten ze onder dat bankje en dan wordt het kaal natuurlijk. Ja, dat zat erin, hè? Dat zat erin, ja. Voor dit zijn vrijwilligers vooral belangrijk omdat ze het beste de praktijk van het werk kennen. Ik ben van de techniek, maar zij weten hoe die techniek uitwerkt, welke gevolgen het heeft voor de praktijk. En daarom is het belangrijk dat je altijd, tenminste vind ik, plannen ontwikkelt samen met de bewoners en samen met mensen als Ria. Ja, dat is de achtergrond, denk ik. Ja, en Ria is natuurlijk ook nog een speciaal geval, omdat Ria een soort tackle is. Dus Ria is ook, als zij iets wil bereiken, als zij iets wil verwerkelijken... Dan zet ze alles in het werk om dat voor elkaar te krijgen. Want er is nooit geld voor. Er moet altijd geprobeerd worden om speeltuinen te vernieuwen vanuit allerlei potten. Het initiatief voor de nieuwe inrichting van de tuin kwam ook van Ria. Er moet altijd iemand zijn die dan ook nog aan de bel trekt. Ja, dat, ja. Ja, goed. Maar
Wat me hier eigenlijk opviel bij deze, hè, dat is, dat op een gegeven moment, dat was bij die vorige... Hebben jullie het plein al geschreven? Want dan gaan we Nee, niks ervan. De portefeuillehouder heeft dat onthuld bij de inrichting van het plein. Staat daar bij de Rozenmanstraat, op het toezichtloge, staat het Rina Kuppensplein. Dat heeft onze waardering, zal ik maar zeggen, voor haar werk ook tot uitdrukking gebracht. Ja. Ja. Maria, waarom vind je dat zo vervelend als je zoveel complimenten krijgt? Nou, daar gaat het helemaal niet om. Ik vind het leuker om... Ik vind het leuk om hier aan mee te werken, maar eigenlijk doe ik het voor de speeltuin. Ja. Ah. Nou, het is natuurlijk wel heel erg aardig. Dat ze dat gedaan hebben, dat was de deelgemeente, de portefeuillehouder en de BSW. Maar ik schrok me dood. Ik sta liever zo om het hoek. Hier is een landschapsarchitect aan verbonden om die geheel allemaal vorm te geven. En toen wij in een vergadering bijeen zaten vorige week... Toen was er dus sprake van deze tuin, wat het aantal vierkante meters betreft, aanzienlijk te verminderen. Nou, het was erg mooi weer. Er waren een paar honderd kinderen hier. Dus ik heb toen de vergadermensen gevraagd van, zullen we even naar buiten gaan? Zullen we even kijken? Nou, toen die buiten kwamen, toen zagen ze dus wat hier rondloopt. En dat het dan eigenlijk onmogelijk is natuurlijk om zo'n tuin te verkleinen. Trampoline leuk. Die andere trampoline. De ene skatebaan daar. Van het leukste vind ik die fietsje daar, wat nieuw is. Wat meer dat nieuwe ding daar. De container waar we daar tegenaan kijken. Die heeft geen valbrekende ondergrond. Dus als er iets gebeurt, dan is dat niet naar de eis van de tijd. Ja, als je daar naar kijkt, dan heb je daar 70.000, 80.000 euro voor nodig. Ja, waar haal die nou vandaan? En dat is ook niet 1, 2, 3 gebeurd bij een instelling. Want het is erg veel. Nou, en dat zijn dan dingen waar je vaak jaren mee bezig bent. En ja, die je toch op een bepaald moment dat je denkt van... ik hoop dat ik het toch tot een goed einde kan brengen. Maar goed, er is nu weer ergens een groen lampje dat brandt. Dus we houden de moed erin. Het is belangrijk werk wat je doet. Nee, ik vind het niet belangrijk, ik vind het noodzakelijk. Ik doe het omdat het eigenlijk in zo'n wijk past en hoort. En dat iemand het moet doen. En dat zijn jullie dan met z'n tweeën? Ja, je begint daar aan zoiets onschuldig. In de loop van de tijd zie je een heleboel dingen veranderen. En ja, inderdaad is het zo dat die mevrouw ook 25 jaar hier meeloopt. En de rest is weg. En wij zijn nog over. Nou ja, zo is dat. Wij waren, om het zo te zeggen, dan ook tot elkaar veroordeeld. We zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar goed, dat doen we ook niet. Maar we hebben er door de jaren heen het beste van gemaakt. En daar zitten we nog. En hoe zijn de taken verdeeld? Henny is de voorzitter en ik doe het. En Henny zegt dan wat ze goed vindt, wat ze niet goed vindt. En dan pas ik af en toe een beetje bij. Maar ze kan ook soms heel lelijk doen, hoor. Goed uit de bus komen. Ja, mopperen. En Henny, hoe is het met Jaap te werken? Ja, nou, dat gaat in principe wel goed. We hebben het doen het ook. Lang kennen we elkaar, 6, 27 jaar. En we doen het nog steeds, dus het gaat goed. En ik ben inderdaad het niet altijd eens met Jaap. En dat maak ik ook wel duidelijk dat ik het er niet mee eens ben. Noem eens een voorbeeld. Ik vind Jaap soms een beetje te makkelijk. Ja, dat vind ik. En dan ja, ga ik daar wel tegen in. Ja, echt een voorbeeld kan ik zo niet geven.
gaat meestal om mensen. En dan is het voorbeeld geven altijd moeilijk. Ja. De hele zomer hebben we een vader met 3 kinderen gehad die eigenlijk om 12 uur stond te wachten tot wij het hek open deden. Dat zijn toch dingen die je op een of andere manier binden. Want je vindt het toch zielig als die deur niet open gaat, dat die man daar staat met zijn 3 kinderen. Nou, die man vertelde laatst dat zijn vrouw overleden was en dat hij met die kinderen alleen was en daarvoor zorgde. Ja, en als je dan zo'n tuin open doet en dat die kinderen 5 uurtjes op de zondag een onderkomen hebben. Ja, dat is toch wel heel belangrijk. In de loop van de tijd zijn we van een vereniging, zijn we dus stichtingen geworden. Dat had ook te maken met de snelle verandering in de wijk, wat bewoners betreft. Oudere bewoners vertrokken naar buiten, nieuwe bewoners kwamen. En wat bedoel je dan met nieuwe bewoners? Lombardije heeft voor de helft bewoners die van buiten vandaan komen. En die kijken altijd anders tegen de speeltuin aan dan mensen die hier vroeger gewoond hebben en op een andere manier met speeltuinen in contact zijn gekomen of daarmee om zijn gegaan. Maar wat bedoel je dan? Precies zoals ik het gezegd heb. Een verdere uitleg geef ik niet. Maar gaan ze dan minder goed met spullen om? Of juist wel? Het is de acceptatie. Kijk, hier komen bijvoorbeeld veel mensen langs of van buiten, andere plaats. Dat. En die mensen die komen hier vaak binnen, zien die tuin, komen naar binnen en vragen dan of zij entree moeten betalen. Dat zullen de mensen die van buiten vandaan komen, dus buiten Nederland vandaan komen, nooit doen, want die zijn nooit met speeltuinen opgegroeid. Dus die accepteren zijn tuin op een heel andere manier. Hij vindt grappig. Sorry. Kijk eens, ben je toch net grappig? Hey. Leuk hoor, kan je een leuk vaasje opzetten of... in je kamer en dan zeg je er een leuk ding. Kaars. Ja, nou, dat bedoel ik. Een kaars, ook leuk. En ik vind het ook belangrijk dat de kinderen van verschillende culturen met elkaar spelen. Want ik bedoel, we wonen allemaal bij elkaar en we zullen toch met elkaar op moeten schieten. En laat het nou beginnen als ze klein zijn. Ik bedoel, kinderen hebben de toekomst, toch? Deze buurt is dicht tegen Spangen aan. Die stond natuurlijk eerst best wel bekend als van nou, dat is toch een nare buurt. Ja, ik loop s'nachts om 4 uur nog wat uit hoor. En als ik dan zie dat er een oud dametje met een tasje loopt en er komt dan een jongen van allochtone afkomst en die zegt, kan ik even uw tas boven zetten? Dan denk ik, we hebben het open. Toch? En dat is gewoon zo. Oh. Ik ga het zingen. Daar, die witte kleinere flats, daar wonen dus de oudere mensen, iets ouder. Nog ouder dan ik, hè. En die vinden het ook heerlijk. Die kijken op de speeltuin uit. En die vinden dat gewoon heel leuk als ze kinderen zien spelen. Als het mooi weer is, komen ze op de bankjes zitten. Nou, dan denk ik, jongens, dan heeft het nut voor iedereen. Er zal wel eens een tijd komen dat we echt moeten zeggen van, nou, het is klaar. En we zeggen ook altijd, als jij stopt, dan stop ik ook. En dat is andersom ook, maar... Zo hou je elkaar ook hoog. Ik heb vroeger wel eens een keer modelbouw gedaan en zo. Nou, als ik tijd over zou hebben, nou, dan zou ik zoiets weer gewoon doen. Dus, maar het is nu een kwestie van kiezen. En ja, daar gaat zo'n tuin die gaat gewoon voor, want dat is een noodzaak. Ik ben vervroegd naar huis gestuurd. Ik heb 5 jaar vakantie gehad.
En dan verval je van een hele drukke baan, verval je in niets. Nou, de omgeving die weet dat en die hebben mij toen gevraagd voor een aantal dingen. En die heb ik gedaan en was de tuin er één van. Er was geen geld. Nou, als ik een praatje kon houden bij VL Wonen, ik had de toegang en ik had goede kennis die daar in de directie zaten. Ja, dan kreeg ik wel eens het een en ander voor elkaar en dat, ja, dat bind je dan. En zo hebben we door alle jaren heen zijn we elkaar trouw gebleven. Ik heb een behoorlijke functie gedaan. En ja, dan val je toch wel heel ver naar beneden om dit te doen. Maar dat neemt niet weg dat ik het gedaan heb, dat ik het nog doe. En soms ook nog wel leuk vindt. Ja, als je het lukt zo. Ja. 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 We kunnen zelf eigenlijk geen schroefje kopen. Dus alles wat je nodig hebt, ja, daar ben je afhankelijk van anderen. Heb ik het zo goed gezegd? Ja, ja hoor, je mag blijven. Maar dat neemt niet weg als we dus naar sommige dingen in de tuin kijken, dat we daar wel trots op zijn hoor. En met recht. Het is altijd netjes, goed bijgehouden. Ja, het is toch een beetje onze tuin, hè? Lopen, ja kom maar, goed, moeilijk hè. Moeilijk hè, goed, juist. Ook toen ik werkte, ook toen wij de zaak hadden, heb ik ook altijd vrijwilligerswerk gedaan. Want toen had ik de peuterzaal en ja, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Alleen nu kan ik er iets meer tijd in zetten, aanbesteden. Maar ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan. Voordat het op gang komt. En dan is het eenmaal op gang en dan gaat het snel. Ja, dan heb je wel eens het idee dat je een kar trekt met vierkante wielen. Dat je niet vooruit komt. Maar ziet het met deze tuin, het lukt altijd. Het lukt altijd. Maar kun jij dan de rust opbrengen? Nou, ik zeg meestal, ik doe het iets liever gisteren als morgen. Dus ik word er wel eens ongeduldig van. Maar ja, daarom blijf ik er ook achteraan zitten. Dus dat zal het, dat scheelt natuurlijk. Is dit de tweede carrière waar je nu aan begonnen bent? Ja, dat zeggen ze. Maar ja, ik vind het, je doet wat er gedaan moet worden. En ja, ik ben ermee bezig, maar dat vind ik zelf ook leuk. Dus, en dan zeggen ze wel van, oh, je doet veel. Maar dat doe je allemaal jezelf aan, dus daar moet je het ook niet over hebben, toch? Oké, komt-ie. En gaan we spelen. Als je ergens tegen moet vechten en het lukt eerst niet en dan lukt het toch wel. En er komt dan een mooi resultaat uit. Nou, dan ben ik helemaal blij. En als ik dan zie dat de kinderen ervan genieten, ben ik helemaal blij. En daar gaat het gewoon om.